Ja, welkom terug. We vliegen door deze dag met de kleurrijke gasten nu aan tafel in het paars. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Marieke Samallo, Dylan Wessewil, hartelijk welkom. Dank je. Van het Milkshake Festival. Klopt. Vertel mij even eerst, voor die paar mensen die dat niet weten, waarom het paars, jongens? Nou ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja. Prince. Prince. Oké, okay, nee, ik dacht nog een purple day. Purple is purple, zo purple. De purple. Het is gewoon, je vindt het gewoon een mooie kleur. Ja. Er zat geen idee achter. Nee. Nou, dat dan niet. Oké, okay. Milkshake Festival. Wat is het Milkshake Festival en voor wie is het Milkshake Festival? Milkshake is een festival. In 8 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot 34.000 mensen voor een open-minded elektronisch dance festival. Het is voor de queer community. Het is voor mensen die niet de ideale lichaamsvorm of lichaamskleur hebben. Daarvoor is het. Ja. Met heel veel liefde. Waarbij ik dan meteen, ja, niemand heeft het eigenlijk, toch? Tenminste, nou ja, niemand heeft de ideale... Nou, er zijn wel heel veel mensen die natuurlijk erg veel privileges hebben, waardoor ze overal wel makkelijker doorvinden. Dat ben ik absoluut met je eens. Maar ja, dit vieren we. We vieren de diversiteit, ja. Vieren de identiteiten. Mensen lopen soms ook naakt rond of met een bepaalde fetish. Maar de liefde overheerst wel heel erg. Het is niet ranzig of zo. Ja. Maar dit jaar geen festival? Dit jaar geen festival, nee. Wat betekent dat? Nou, dat betekent voor ons op het moment dat we het hoorden heel veel tranen. dat was wel echt... Je voelt het aankomen, maar het is een soort van... Het gaat niet om ons en dat wij het missen. Want ik bedoel, wij kunnen gelukkig nog samen zijn. Maar het gaat voor alle performers, voor de bezoekers. Milkshake is meer dan een festival alleen. Het is een plek waar het credo van Milkshake ook voor All Who Love. Dus het is echt een plek waar heel veel mensen heen kunnen gaan... die daar hun plek kunnen krijgen, die ze misschien de rest van het jaar niet hebben. Die ja, misschien je veilig de rest van het voelt. Jaar, precies, die de rest van het jaar zich misschien... moeten verstoppen en daar zichzelf kunnen zijn. Ja. Dus het is groter dan alleen maar feestje vieren. Het betekent echt meer. Niet voor iedereen. Sommige mensen vinden het gewoon een leuke dag in het jaar, zeg maar. En voor sommige mensen kijken er heel erg naar uit. Ja, ja en die mensen, voor die mensen die dit echt een uitlaatklep, niet een leuk uitje, maar echt een... Wat betekent het feit dat het niet doorgaat? Heb je contact met je bezoekers? Krijg je reacties? Ja, iedere vrijdagmiddag gaan we online, sinds het coronatijdperk, gaan we live op IGTV. En zodat we echt vragen kunnen beantwoorden. Ik had dat eerder nog nooit, als directeur, ik had dat nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ja, oké, ik zit zelf eigenlijk al een paar weken gewoon kaart te janken. En ik ben een soort van emotionele pingpongbal. Maar dit zullen deze mensen natuurlijk ook wel. Was je dat al of ben je dat geworden? Nee, dat ben ik. Nee, nu ook niet meer. Want ik zie het nu alweer, nu ben ik wel weer relaxed een paar weken. Ja, ja. Maar, dus ik dacht al, wat al mensen die het lullig gezegd moeilijker hebben, zeg maar, dan ons... Dat is best wel, daar moeten we er wel voor zijn. Want je kan niet ineens struisvogelpolitiek. Oh, sorry hoor, gaat het niet door. Dus die staan we ook echt iedere vrijdag wel te woord. En wat krijg je dan voor reacties? Wat vertellen die dan? Ja, wat moet ik doen? Maar we hebben ook al, weet je, het is ook al een paar keer op queer websites staat er ook dat de aantal suïcidale pogingen van transgenders enorm is gegroeid nu. Doordat mensen niet samen kunnen zijn, dat ze niet naar een ziekenhuis kunnen omdat afspraken worden afgezegd in de wereld, hoor. Dus dat baart me wel heel erg veel zorgen. Ja. Ja. Het is, onze community is groter dan alleen het feest, zeg maar. Dus dat ook, we proberen altijd vinger aan de pols te houden overal. En het is wel, je ziet dat het is groter dan, nogmaals, het is groter dan alleen het feestje. En daardoor ook willen we ook zo breed mogelijk kijken naar wat zijn de mensen die dan nu in onze community ons echt nodig hebben. Ja. En daarom is gezicht laten zien heel goed. Dus daarom dat Instagram Live. Het is een klein dingetje wat we doen, maar dan mensen weten in ieder geval dat we er zijn en dat we echt naar je luisteren. Ja. En dat we niet een faceless festival zijn. En merk je dat onderling er misschien ook al nieuwe connecties gevormd worden? Ik zou denken, ja. Ja, wel bijvoorbeeld, vorige week stonden we op de Dam voor Black Lives Matters. Want ja, dat hoort daar natuurlijk ook bij. En vanavond hebben we een hele grote brainstorm met een aantal ambassadeurs van ons die gewoon echt
wel gefrustreerd zijn over hoe kunnen we iets gaan doen. Oké, nou is goed, wij trakteren op wijn en friet. Ja. Dus we staan vanavond gaan weer een hele avond in met een groep van 10. Ja, bij wijze van spreken, mijn bedrijf is bijna een soort clubhuis op het Westerpark geworden. Maar dat is juist goed. Want anders, ja, als het alleen maar Second Festival was waarbij je 34.000 kaarten verkoopt en wat DJ's neerknalt en wat dansers, ja, dat is het gewoon niet. Het is meer dan dat. Althans, onze intentie is meer dan dat. En dat voelen veel mensen ook. Dus dat is niet zo van, oh, het gaat nu niet door, dus we doen het niet. Nee, snap ik. Als het goed is, wat beelden er, dan kunnen we een beetje idee krijgen van... Vanuit de backstage. Vanuit de backstage. Zie je mij daar ergens links wat puntjes staan op het podium? Vieze poesiedek. Ja, dit was met name voor Black Lives Matter. Ja. Was een van de hot topics van dit podium. Ja, wie zou mijn kinderen roepen nu al? Mocht deze cameraman niet op het terrein misschien? Ja, dat is zoiets. Ik weet het niet. Het ziet eruit als overal. Maar het is bijna bevreemdend om nu mensen zo dicht bij elkaar te zien. Ja. Dat je ineens denkt, oh, dat is... Ja, heel gek. Maar ik begrijp heel goed dat er bepaalde bevolkingsgroepen zijn voor wie die isolatie nog harder aankomt dan voor anderen. Nou, we hebben ook een stichting, de For All Love Foundation. En dan doen we de vrijdag voor een Milkshake Festival, doen we al 5 jaar mini-milkshake voor 1000 mensen met een beperking. Ja, dat is natuurlijk helemaal echt heel erg stom. Ja. Want die horen echt bij een kritische doelgroep. En daar hebben we nu bijvoorbeeld een actie voor bedacht dat als onze volgers een shirt kopen, voor All Love shirt, hadden we leuk ontworpen, gewoon op zo'n blauwe maandag, dan doneren wij er ook een aan deze mensen. Dus iedereen krijgt het dan massaal in dat weekend geleverd met wij missen jullie ook. Dus je moet gewoon een soort van creatief zijn om dingen te bedenken, maar ook gewoon, en het is nog niet eens marketinggericht of zo. Nee, maar dat hoor ik aan alles wat jullie zeggen. Ja. Dat festival is leuk en er moet geld verdiend worden en dat doen we ook en dat is wel fijn. Ja. Maar het onderliggende idee komt ergens anders aan. Ja, ja. Hey, wat fijn dat jullie komen tekenen. Ja. Namens hoeveel mensen komen jullie dat doen? De werkende mensen die we in een weekend op Milkshake hebben is ongeveer 6000 mensen. Jeetje, ja. Wat goed. Nou ja, heel graag. Ga je gang. Ja. 6000 handtekeningen, virtuele handtekeningen erbij. Die vangen we samen in deze 2.